De nieuwe kleren van de keizer. Ik open de vergadering van de ministerraad. Aan de orde is de keizerlijke garderobe. Een belangrijk punt op de agenda. Niet waar. Als keizer vind ik, eerste minister, dat aan de kledij de welvaart van een land is af te lezen. Aan de keizer is het symbool voor het land. Dat had ik ook gedacht. Ik vind dat een goede opmerking, tweede minister. Een goed geklede keizer derhalve betekent dat het ons land goed gaat. Ik ben het er mee eens. En bovendien, een welversneden snit is een eerste vereiste voor een keizer. Maar ben je anders keizer voor? De keizer wil dus een fraai nieuw gewand. Ik moet iets nieuws hebben om aan te trekken, maar wat? Wijsheid, ik heb wellicht een oplossing voor dit brandende probleem. Voor de dag ermee, eerste minister. Ik heb gehoord, keizer, dat er twee wevers in ons land zijn aangekomen die de fraaiste stoffen weven. Daarvan heb ik ook vernomen. De kleuren en het patroon der stoffen zijn van een buitengewone schoonheid. Maar er is iets mee, nietwaar, collega minister? Ja, dat is waar. De kleren zijn onzichtbaar, tenminste voor degenen die dom zijn. Oh, nou, die zijn onder ons ministers natuurlijk niet te vinden. En er is nog iets. Oh, maak ons niet nieuwsgierig, collega. Vertel het ons gauw. De stoffen zijn ook onzichtbaar voor degenen die ongeschikt zijn voor het ambt dat ze hoeven. Oh, ik vind dat wel een voordeel. Dan kunnen we bepalen wie er wel en niet deugen voor hun vak. Een landsbelang. Wat denkt u ervan, keizerlijke hoogheid? Een keizer denkt niet, een keizer doet. Zoek die mannen en laat ze de stoffen van buitengewone schoonheid en fraai patroon. Laat ze die stoffen weven met grote spoed. De wevers waren spoedig gevonden. Niemand wist dat het oplichters waren. Ze hadden het verhaaltje van de onzichtbare stoffen rondgestrooid. Niemand immers zou willen toegeven dat hij dom was of ongeschikt voor zijn ambt. Eerste minister, hoe staat het met de stoffen die die wevers voor mij weven? Ik zal mij op de hoogte stellen, keizerlijke hoogheid. Goedendag, wevers. U bent druk aan het werk, zie ik. Ik zie alleen maar een armen bewegen. Zou ik dom zijn? Nee, toch? Dag, minister. Ja, u komt juist op tijd. U ziet dat het prachtige patroon al vorm begint te krijgen. Oh, ja, prachtig, ja, zeer vrij. Ik zie alleen maar een lege weefstoel. Verschrikkelijk. Hoeveel de kleuren? Zachte reuzen en lila. Vindt u het niet buitengewoon? Ik zie helemaal geen kleuren. Maar ik zou maar net doen alsof dat lila is van een buitengewone schoonheid. Wij hebben nog meer gouddraad en zijde nodig. Ik zal het u zo snel mogelijk doen toekomen. Dat. De oplichters maakten alleen maar gebaren alsof ze weefden. Al de zijde en al het gouddraad eigenden de booswichten zich toe. Zij bedrogen de ijdele keizer en zijn ministers. De eerste minister heeft bijzonder hoog opgegeven van de schoonheid van de stoffen. Mijn nieuwe gewaad zal opzien baren. Ongetwijfeld, keizerlijke hoogheid. Nu is het jouw beurt, tweede minister. Ik wil dat jij nu een kijkje gaat nemen. Breng mij morgen rapport uit. Met uw welnemen, majesteit. Heer Wevers, ik moet u mijn compliment maken voor het buitengewoon fraaie patroon. En de kleuren, hoe vindt u die? Oh, helaas ben ik wat kleurenblind. Ik kan ze niet zo goed onderscheiden. Zacht roze en lila. Oh, in ieder geval een weldaad voor de ogen. Mijn hemel, zou ik ongeschikt zijn voor mijn ambt? Dan ben ik in elk geval niet, anders had ik mij er niet zo mooi uitgered. Ook nu vroegen de oplichters meer zijde en gouddraad. Ze vulden er hun koffers mee. En, tweede minister, zag je de stoffen?
Enerzijds, keizerlijke hoogheid, was ik getroffen door de werklust van de wevers. Ja, met de kleuren aan het patroon. Anderzijds, u zoudt zelf eens moeten gaan kijken, majesteit. U zult verrast zijn als u de schoonheid van de kleuren en de fraaiheid van het patroon met eigen ogen waarneemt. Maar natuurlijk, dat ik daar zelf niet eerder aan heb gedacht. Mijn compliment voor je briljant idee, tweede minister. Je zult het nog ver brengen. Dat hoop ik, keizerlijke hoogheid. Nu ging de keizer zelf een kijkje nemen bij de wevers. Alle mensen, ik zie helemaal niets. Geen patroon, geen lila, geen zachte roos. Zou ik dom zijn of niet geschikt voor mijn ambt soms? In het landsbelang, dit mag niemand weten. Oh, weet u dus toch, majesteit? En de kleuren. Oh, de buitengewoon. Het zacht roze kleurt zo mooi bij het lila. En het patroon, zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Lof, we zijn buitengewoon vrijheid, keizerlijke hoogheid. U hebt mijn compliment verdiend. En nu heb ik tenminste iets om aan te trekken. Vlak voor de zomerfeest van het gewone volk begonnen, was het nieuwe gewaad van de keizer klaar. Prachtig, majesteit. Weergaloos mooi. Dat dacht ik ook, hè? Ik mag gezien worden, dacht ik. Morgen ga ik een rijtour maken ter gelegenheid van de zomerfeesten. Dan kan het gewone volk mijn fraaie nieuwe gewaad aanschouwen. De keizer, daar komt de keizer. Hij staat. In het staatsvuurrijtuig. Zijn nieuwe kleren. Prachtig. Zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Keizer, wat gezien worden. Maar een klein jongetje keek. En keek. En zei... De keizer heeft niks aan. Hij staat in zijn blootje. Het hele volk riep tenslotte, hij staat in zijn blootje. Ze hebben gelijk. Ik heb me laten leiden door mijn ijdelheid. Het is een lesje voor me, maar ik zal doorgaan. Want een keizer verliest nooit zijn waardigheid, ook al staat hij in zijn blootje. Alleen, die domme ministers van me, die zal ik te pakken nemen. Ik zal ze allemaal in hun hemd zetten.